Samen voor de voedselbank vanuit Raalte, want hier heeft de voedselbank besloten om tussen 12 en 1 heel groots uit te pakken op het Marktplein. Kijk, er zijn al heel veel goederen opgehaald, er zijn al heel veel spullen binnengebracht. En daar komt nog weer iemand aan, geloof ik. Van kinderdagverblijf De Rode Bank. Dag! Hallo, op zaterdag kinderdagverblijf? Nee, dat is het niet. Oh. Vandaag is de kinderdagverblijf niet open. Oh, dit is gewoon, dit zijn uw eigen kinderen? Geen eigen kinderen die even helpen om het eventjes naar de voedselbank eventjes te brengen. Nou, ik ben benieuwd. Als jullie door fietsen, rijden, wat is het eigenlijk? Ik heb geen idee. Oh, het gaat heel hard. Dat is handig. Eens kijken wat die kindjes hebben meegenomen. Wat hebben jullie meegenomen? Oh, kijk eens. Wasmiddel komt eraan. Macaroni. En lekkere chips. Oh, wil je dit? Heel lekker. Kunnen jullie dit niet uit of zo? Zeker wel. Kom maar. En oh, lekker sausen van macaroni en spaghetti. Je zit bijna vast. Heerlijk. Nou ja, daar zit nog hartstikke veel in. En gaan jullie zelf nog wel wat eten van het weekend? Ja, we hebben 2 karren vol. Eén voor de voedselbank en 1 voor ons thuis. Je hebt extra boodschappen gedaan voor de voedselbank? Ja. Voor hoeveel geld had papa, weet je dat nog? Dat weet ik niet meer. 80 euro. Oh, 80 euro. High five. Super. Jij ook high five? En jij ook high five? Top, heel hartelijk bedankt. En kijk eens wat hier aankomt. Jemig. Toon, wat heb je allemaal opgehaald? Ja, hier, ik heb mijn konuiten meegenomen. 20 volle kratten. Maar we moeten nog 4 keer op en neer, Esther. Van wie heb je dit? Dit zijn allemaal van particulieren. Die zeggen van, hoe helpen we jouw splinter door de winter? Door de voedselbank te helpen. Hier, kijk eens. Houdbare melk. Rijst. Je kunt het zo gek niet bedenken. Even kijken wat hier allemaal nog in zit. Chocomelk, heerlijk. Koffie, loop maar door, heren. Inladen die handel. Melk, nog meer melk. En wat is dit? Rijst, helemaal goed, top. En lekker soep, fantastisch. Kom maar door met die soep. Witte rijst, ook altijd goed. Ja, kijk. Macaroni. En wat heb jij? Koffie en melk. Heerlijk. Ja, dan moet ik bij jou langs. Fantastisch. Cola zie ik hier al staan. Gaat het lekker, Toon? Het gaat als een speer hier. Raalte, we zitten op dit moment, hou je vast, op 36.000 euro. En dan hebben we al die soepen die ze straks gebracht. Al die soepen die gebracht zijn en macaroni van het bedrijf zit er nog niet eens bij. We gaan op naar de 50. Wij wel. Fantastisch. Even vragen. Hebt u vanochtend al veel spullen hierop gehaald? Ik heb gisteravond gestaan in de Jumbo. En we hebben ongeveer 9 à 10 kratten opgehaald. Dus Raalte loopt lekker warm voor deze actie. Ja, volgens mij loopt het heel warm. Mensen waren erg enthousiast en... Ja, die hadden echt ook alle respect voor ons dat wij dat deden. U bent vrijwilliger. Waarom? Ik ben vrijwilliger omdat ik het gewoon belangrijk vind om ook iets voor mijn medemens te betekenen. Ik ben een paar jaar geleden gestopt met werken en ik vond dit een hele goede invulling voor mijn vrije tijd. Ja, en het is heel dankbaar om te doen. Dus. Nou, en wij zijn blij dat u het doet. 1000 vrijwilligers in Overijssel bij de voedselbanken. Uitpakken, hè, die handel. Ja, dat is.